Welkom bij het YouTube-kanaal Meneer Lonsijn Tekent en vandaag gaan we kijken naar de vraag waarom zijn er geen eekhoorns op het strand? Nou, elk organisme heeft zijn ideale omstandigheden, dus een ideale leefomgeving. En dat noemen we een biotoop. En dat zijn dus de ideale leefomgeving. En ideale leefomgevingen van een soort. En voor een eekhoorn is dat niet op het strand. Want daar heeft hij niet het eten wat hij zoekt. De beschutting is daar niet. Dus biotoop voor een eekhoorn is het bos. Nou, in het bos leven niet alleen maar eekhoorns, maar er leven ook allemaal andere organismen. En dat noemen we een levensgemeenschap. En dan hebben we het over allemaal verschillende soorten die in één biotoop leven. Dus denk bijvoorbeeld bij een biotoop aan een bos of een duingebied. Dat kan ook een sloot zijn. Maar een sloot is weer wat anders dan een kanaal of een meer of een rivier. Dat zijn allemaal verschillende vormen van biotopen. En elk hebben zijn eigen levensgemeenschap. Nou, wat nu de ideale leefomgeving maakt voor een soort, dat zijn allemaal invloeden of factoren. En die kunnen wij grofweg indelen in biotische en abiotische factoren. En er staat in het boek staat een voorbeeld van de eekhoorn. En dan hebben we het over de biotische factoren en de abiotische factoren. Dus die twee zijn daarin belangrijk. Nou, biotische factoren komen vanuit de levende natuur. Dus die maak ik even groen. Dit is de levende natuur. Dus dat heeft altijd te maken met organismen die leven of hebben geleefd. En de abiotische factoren, dat komt uit de niet levende natuur. Nou, als we het hebben over de eekhoorn, dan hebben we het bijvoorbeeld over voedsel. In dit geval gaat dat om allerlei delen van planten die opgegeten worden. Maar dat kan ook een roofvogel zijn die de eekhoorn opeet. De eekhoorn leeft in een boom, dus de schuilplaats van de eekhoorn hoort hier ook bij, want een boom is levend. Nou, natuurlijk zijn eigen soort. Mannetjes en vrouwtjes die samen paren, die hebben ook invloed op elkaar. En als laatste nog allerlei vormen van ziektes. En dan hebben we het wel over ziektes die komen van planten, dieren, bacteriën en schimmels. Nou, dat zijn allerlei voorbeelden van biotische factoren. Dus biologische, levende delen die invloed hebben. Nou, dan heb je nog de abiotische factor. En dan hebben we het bijvoorbeeld over neerslag. Dus elke vorm van neerslag. Licht. Neerslag komt van de wolken, licht komt van de zon. Beide niet levend. Temperatuur. Temperatuur komt ook vanuit de niet levende wereld, want die wordt veroorzaakt door warmte die weer uiteindelijk komt van de zon. Wind komt ook niet van de levende natuur. En in de bodem, daar leeft van alles, maar in de bodem, dan heb je het ook over de samenstelling. Dus is het bijvoorbeeld zand, is het veen, is het grind, allerlei verschillende vormen van de bodem. Nou, voedsel, die roofvogel, die schuilplaatsen, soorten, ziekteverwekkers, dat zijn allemaal biotische factoren. Dus die komen vanuit de levende natuur. En die abiotische factoren, zoals neerslag, licht, temperatuur, wind en bodem, die hebben allemaal invloed vanuit de abiotische factoren op de eekhoorn.
Nou, en al deze dingen zorgen ervoor dat de omstandigheden om te leven voor deze eekhoorn goed zijn of niet. Want stel nou dat het wekenlang constant regent, dan kan zo'n eekhoorn op een gegeven moment niet meer een droog plekje vinden. Dan wordt hij steeds natter en kouder. Dat is geen goed teken. Te weinig licht zorgt ervoor dat de planten niet goed kunnen groeien. Dat is ook geen goed teken. Temperatuur, ja, het moet allemaal maar net goed zijn voor de ideale omstandigheden. Nou, dat kan natuurlijk wel wat in schommelen. En een eekhoorn kan hier ook wel wat op reageren door in de herfst dingen te verzamelen, zodat hij in de winter eten heeft. Maar als die factoren niet goed zijn, dan heeft dat wel sterke invloed op een eekhoorn. En niet alleen op een eekhoorn. Dit overzicht voor biotische en abiotische factoren kun je voor elk organisme maken. En dit was de uitleg over waarom zijn er geen eekhoorns op het strand.